Welkom bij weer een nieuwe weekendvlog. Ik ben Melissa, het is vandaag vrijdag. En ja, het is eigenlijk nog ochtend. Ja. Het is 11:15 en ik ben al een tijdje wakker. Ik ben vanaf ongeveer 8 uur ben ik wakker. Ik heb gegeten, kipsje uitgelaten. Even lekker yoga gedaan. Heerlijk. En nu komt Anthony bijna thuis. En volgens mij wilde hij een reiki-behandeling, dus ik ga even kijken of ik dat bij hem kan doen. En vanmiddag komt mijn zusje, waar ik eventjes op ga passen, dus dat is ook altijd heel erg gezellig. Daar heb ik heel veel zin in. En we moeten nog eventjes doen komkommer gaan verpotten. En volgens mij ook de broccoli al, want anders dan gaan ze dood. Dus dat moeten we niet hebben. Ja, ik ga jullie weer meenemen dit weekend. Anthony is eventjes de broccoli aan het verpotten. Heel geconcentreerd bezig. Daar staan er nog twee. En daar eentje. En hij heeft net ook de komkommer gedaan. Die staat hier nu ook. En die wordt echt al heel groot. Gaat hard hoor. Jeetje. Wel echt heel leuk. En dan gaat Anthony zo eventjes met mijn broertje wat grond halen voor de moestuinbak. Zodat we die van het weekend kunnen neerzetten als het wat beter weer is. Want ja, het regent eigenlijk al de hele dag. En het is nou niet echt weer om een moestuinbak te gaan opzetten. Dus even kijken wanneer we dat gaan doen. En straks komt mijn zusje, dus daar heb ik wel zin in. En de deur van de schuur gaat iedere keer open. Door de wind. Zaterdag, het is inmiddels al middag. Ik heb net even boodschapjes gedaan en zo. En hier een heel klein beetje opgeruimd. Klein beetje, want de afwas staat er nog. Ik kan het wel eventjes laten zien. Zo, dat is alles wat jullie krijgen zien. Het is echt veel. Gisteren heb ik echt een hele super gezellige dag gehad. Het was hartstikke leuk met Indy en Menno die nog even langs waren gekomen. En Mike, mijn broertje, was er ook nog eventjes. Die hebben jullie niet gezien trouwens. En ik heb ook nog hele leuke bloemetjes gekregen. Deze. Echt super mooi. Dus mama, als je kijkt, bedankt. En als het goed is, is Tara, een vriendinnetje van mij, nu onderweg. En dan gaan we eventjes kijken naar haar krullen, want ze heeft een nieuwe krultang. Dus ja, ik heb er zin in, ben benieuwd. Het is alweer zaterdagavond en Tara is weer naar huis. We hebben echt een hele gezellige meidenmiddag gehad. En ja, dat heb ik niet gefilmd om, we hadden gewoon even zin om een meidenmiddagje te hebben. En misschien dat ik het volgende keer wel film. En nu ga ik de vlog editen en nog een aantal YouTube video's kijken. Anthony die is tot laat werken. En vanavond komt ook It Takes Two op tv, dus dat ga ik weer kijken, want dat volgen we helaas dat Rutger eruit is. Maar ja, dat hadden we wel een beetje verwacht toen hij in één keer vet lage cijfers kreeg, terwijl hij eigenlijk gewoon heel goed zong, vergeleken met de rest.
vond ik dat hij echt een van de beste was die avond. Terwijl hij eigenlijk de slechtste cijfers kreeg, zeg maar. Dus dat was een beetje scheef. Maar ja, ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Want dat is gewoon tv. Ja. Dan, ja. Het is gewoon heel zonde. Maar ja. En nu ben ik gewoon voor Pim of voor Jan. Dus we gaan het zien. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is vandaag eerste paasdag. Dus we hebben een heerlijk ontbijtje. Met allemaal croissantjes, eitjes en lekker verse aardbeidjes. En ja, ik hoop dat jullie natuurlijk ook een leuke paas hebben gehad. Jullie zien het natuurlijk een week later. Dus ja. Eet smakelijk voor ons. Heb je er zin in? Sorry, heb ik er zin in? Heb je er trek in? Ja, absoluut. Lekker aardbeidjes. Cool. De eerste keer dit jaar, dus. En het gebrom wat jullie horen, dat is de platenspeler. Die ga ik even aanzetten. Zo. Oké, jongens, sorry voor de muziek even. Maar ik wil eventjes zeggen dat dit echt niet normaal lekker is. We hadden er chocola tussen gedaan. En dat is lekker gaan smelten. En nu doe ik er dan ook nog aardbeidjes in. En dit is echt zo ontzettend lekker. Nam, nam, nam. En Anthony die gaat het ook doen. Ja. Ik heb net Anthony even reiki gegeven. En oh, wat heb ik dat gemist om even iemand een behandeling te geven, zeg. Heerlijk was het weer eventjes. De tafel staat nu hier eventjes. Straks even opbergen. Ik kan niet wachten om weer lekker te gaan starten en andere mensen te gaan behandelen. Heerlijk. Echt super blij dat ik die cursus kon doen. En ja, daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. En als het goed is, ga ik aankomende maand eventjes kijken of ik Reiki 2, zeg maar de tweede graad, kan gaan doen. Dat wil ik al heel lang en ik vind dat het daar nu eigenlijk wel tijd voor is. Maar eerst gaan we nu even lekker eten maken. Want het is inmiddels al 6:30. Ik had de tijd niet zo in de gaten. Dus het was een lekkere lange behandeling, maar het was ook echt nodig. Dus ik ben even een lekker maskertje aan het testen. Deze is het. De pineapple peel-off. Voelt wel lekker aan op zich. Maar het zit er ook net op, dus ja, meer weet ik nog niet. Ik wil bij deze eventjes deze vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!